Het ministerie van Financiën heeft de realisatie van de overheidsinkomsten en uitgaven over het eerste kwartaal gerapporteerd aan de Nationale Assemblée. Ze geeft aan in het eerste kwartaal van 2019 een bedrag van 1405 miljoen Surinaamse dollars aan belasting en niet-belastinginkomsten te hebben ontvangen. De leningen en andere financiering daarbij opgeteld bezorgden de overheid 1755 miljoen Surinaamse dollars aan middelen om haar uitgaven mee te verrichten. Dat laat het ministerie in een persbericht optekenen door het Nationaal Informatieinstituut NII. Voorts meldt Financiën dat het grootste deel van de uitgaven is gegaan naar subsidies en transfers. Dat was goed voor een bedrag van 759 miljoen Surinaamse dollars. Aan lonen en salarissen heeft het ministerie een bedrag van 678 miljoen Surinaamse dollars uitgegeven. Aldus de cijfers van het ministerie. De vaststelling van deze cijfers gebeurt met inachtneming van internationale standaarden zoals beschreven in de Government Finance Statistics Annual van het Internationaal Monetair Fonds, IMF.